Lieve luisteraars, heel hartelijk welkom bij alweer aflevering 9 van de NLP Korfbal podcast van dit seizoen. Vandaag bespreken we speelronde 9. We gaan voorspellen over speelronde 10. En we hebben het dit keer wat uitgebreider over de Korfbal League 2. En dat doe ik deze keer met Jacco van der Boogaard, Wilco van der Bos en Marien Ekelmans. Mannen, fijn dat jullie erbij zijn. Ja, dankjewel. Leuk dat jij er ook weer bent. Zeker. Marien, voor jou wat langer geleden dat je bent aangesloten. Fijn dat je dit keer er weer bij wil zijn. Ja, klopt inderdaad. Nee, leuk dat ik weer een keer kan aansluiten. Ja, het is natuurlijk wat drukker nu. Vorig seizoen wat minder aan wedstrijden. Nu weer druk als coach van HKC natuurlijk. Zeker, ja. Dus daar komen we straks bij de Korfbal League 2 uiteraard nog even op terug. Maar we gaan beginnen met speelronde 9. En voordat we dat doen, hebben we het ook nog even over de wedstrijd van afgelopen dinsdag. De inhaalwedstrijd tussen PKC en KCC. En Jacco, als je naar de uitslag kijkt, 30-15, dan was dat een makkelijke avond voor PKC. Ja, dat was het ook. Ja, kan je er nog iets meer over vertellen? Ja hoor. Ja, KCC al 3 dagen eerder redelijk kansloos verloren van DOS 46. Ja. En had de hele belangrijke wedstrijd tegen Unitas in het vooruitzicht. Ja, dan moet je tussendoor nog even naar Papendrecht voor de inhaalwedstrijd tegen PKC. Ja, dat is niet ideaal. Ja, bij PKC wordt er heel veel gesproken over de zogenoemde laatste 100 dagen van Wim Scholtmeijer en Jennifer Tromp. Dat betekent niet dat hun laatste 100 dagen zijn ingegaan bij PKC, maar dat in hun filosofie de laatste 100 dagen voor de finale in Ahoy echt belangrijk zijn. Okay. In die periode moet PKC steeds een beetje beter worden. Nou, voor kerst was PKC nog niet overtuigend. Vorige week tegen Groegeel ook nog niet. Het woord degelijk werd in de voorbeschouwing heel veel gebruikt. Maar ja, we zitten nu dus in die laatste 100 dagen voor Ahoy. Ja. Dus nu zou het steeds een beetje beter moeten worden. Nou, tegen KCC was het bij vlagen goed. Vooral verdedigend was PKC heel scherp. Veel zeggen het is dat Bol Oppen slechts 1 doelpunt maakte. Nou, vooral in de eerste helft kwam KCC er in beide vakken aanvallend nauwelijks aan te pas. En wel moest PKC even op gang komen. Maar bij 4-4 ging het lopen. Bij rust was het al 14-6. En in de tweede helft ging vooral het vak van Koen Collet en Randy Oosting wat meer scoren. Randy Oosting was wel aanwezig trouwens. Die speelde een goede wedstrijd. Ja, waardoor KCC uiteindelijk wel 15 goals maakte. Ja, PKC scoorde met name aan het eind van de wedstrijd flink op los. Hadden voor het eerst dit seizoen de 30 goals. Ja, 30-15. Eenvoudig overwinnen voor PKC. Opnieuw heel degelijk en bij bevlagen best goed. Oké. Okay. Ja, en als we dan naar KCC kijken, die maken er dan 15. Wilco, ik kan me dan voorstellen dat ze misschien met gemengd vertrouwen naar de wedstrijd van het weekend gingen, die tegen Unitas. Hoe ging het er in die wedstrijd aan toe? Ja, ik kan me voorstellen dat ze wat met gemengde gevoelens daarin gingen. Ja. Dat het lastig was, want DOS 46 hadden ze natuurlijk de week ervoor ook al redelijk kansloos voor. Nou ja, ze hadden de boel omgezet met de opstellingen. Sanne Alsem en Demi van Oosten uit elkaar gehaald, allebei een ander vak gezet. Ja, Randy hadden ze uiteindelijk nu al opgesteld met Koen Collet. En dan zagen we bovenop vertrouwd met Mark Berends. Maar ja, weet je, het was redelijk anders. En daar moesten ze ook echt aan wennen. Ja. Ik moet zeggen, ja, het was een hele intensieve wedstrijd. En ik moet zeggen, Unitas heeft er ook alles aan gedaan om er echt een complete wedstrijd van te maken. Ik heb hem vanmiddag nog eens een keer terug zitten kijken, want ik had gisteren al een stuk gezien. Maar het was ook wel vermakelijk om hem nog een keer te kijken. En als ik ernaar kijk, dan denk ik bij mezelf van, ja, weet je, wat zie ik nou? Ik denk dat ik een hoofdklassewedstrijd van vroeger zag en nu een wedstrijd van Korfbal League 2. Heel intensief, ontzettend veel duels. Maar ook wel heel veel fouten. Echt, ja, het niveau is toch wel echt een stukje lager dan. Maar ja, vermakelijk voor het publiek. Een fantastische wedstrijd. En een sfeer die erin zit. En een enthousiasme. Maar Unitas drijft op enthousiasme. En ja, de energie is tomeloos. En natuurlijk hebben ze ook hele goede spelers. Maar ja, bij de dames maken ze 13 goals van de 20. En ja, Sabine Voeg maakt 5 goals. Doet het deze keer weer goed. Doet over de hele competitie redelijk goed. Soms wel, soms niet. Maar ja, maakt redelijk veel goals. Ja, alleen KCC is het dan toch net iets zakelijker. Ja, Bo Oppen was overigens gewoon weer terug. Maakt 25% van zijn pogingen is goal. En maakt 9 goals. Dus dat doet hij gewoon perfect weer.
Dus PKC was even een misstap, om het zo maar te zeggen. Ja, nou, dat is denk ik zijn eerste wedstrijd waar hij het echt een beetje ziet afweten. Ja. Ja, het aantal pogingen, dat is wel helder. Unitas komt op 93 pogingen. En HKCC heeft 23 pogingen meer. En op deze aantallen is dat natuurlijk veel. En dat het uiteindelijk 23-20 wordt voor KCC, ja. Het is eigenlijk niet echt verwonderlijk. Maar het had maar zo heel anders gekund, want Unitas stopt er ontzettend veel in. En ik moet zeggen, ja, ik vind het fantastisch leuk om te zien. Alleen, ja, je ziet ook wel van, wanneer gaat het niet meer lukken? En wanneer gaat het eigenlijk fout? En die momenten zijn een paar keer geweest. KCC straft het niet keihard af. Dus wordt het heel lang spannend. Maar 7,5 minuut voor tijd. Ja, dan staat het 19-18 voor Unitas. Met nog 7,5 minuut te spelen. Ja. Alleen ja, met 7,5 minuut aan het eind is het ook duidelijk. Want dan wordt het 1-5 voor KCC. Ja, het werd spannend. Het werd heel chaotisch. Het werd heel slordig. Er werden ontzettend veel fouten gemaakt. Ja, dan zie je op een gegeven moment dat KCC toch gewoon dat afstraft. En die punten meeneemt. En ja, misschien aan de ene kant jammer voor de competitie dat Unitas geen punten haalt. Maar ja, ik moet zeggen, laat KCC dat onderin maar uitknokken. Unitas gaat het, wat denk ik, toch niet redden. En nou, laat de rest het nog maar spannender maken. Maar ja, nogmaals, hele leuke wedstrijd om te zien. Maar Wilco, KCC moet echt wel een tandje beter nog, hè? Ja, dit is niet goed genoeg om echt mee te doen. Want ja... Op voorhand had ik in de competitie verwacht dat ze de wedstrijden tegen DOS en tegen Groen-Geel en Blauw-Wit, dat ze daar echt goed de strijd aan konden, want ze hebben kwalitatief een mooie ploeg staan. Ja. Ook met bekende namen, maar het rendement is natuurlijk niet zo hoog. En we noemen Randy Oosting, en ik heb in het verleden al eerder in de podcast gezegd. Hij maakt nu wel 5 goals, maar hij heeft daar net zoveel pogingen nodig als Bo Oppen voor 9 goals. Ja, het zijn er toch wel gewoon 35, 36 die hij nu nodig heeft voor 5 goals. Ja, dat is niet bijzonder. Dat is normaal eigenlijk. Ja, de percentages van de ploegen ontlopen elkaar ook allemaal niet veel. En ja, maar KCC, willen ze echt zich veilig spelen in de 7e, 8e plaats? Ja, dan moet er echt een tandje bij. Ja. Ja, en Marien, ik ben wel benieuwd. Als Korfbal League 2 coach, kijk jij dan ook een beetje naar bijvoorbeeld een Unitas en KCC? Volg jij dat soort wedstrijden een beetje? Nou, ik probeer de league in zijn algemeenheid wel natuurlijk te volgen. En kies een beetje wedstrijden uit, want dat het ook druk is het weekend. Omdat je zelf zaterdagavond op pad bent, over het algemeen. Kan ik me voorstellen. Dus ik heb wel een flink stuk gekeken van DVO KZ. Die sprak me op voorhand wat meer aan. Nou, dat is ook gebleken in de wedstrijd zelf. Want dat was wel echt super spannend en mooi om te zien. En wat flarder gezien van KCC dat uit bij Unitas speelde. Maar ja, goed, het mag duidelijk zijn dat Unitas het heel moeilijk heeft met nog 0 punten. En eigenlijk ja, dit soort wedstrijdjes een keer moet hebben dat ze het kunnen doorbreken. En ze kwamen dichtbij tegen KCC doordat ze uiteindelijk gelijk opgingen nog richting 17-17. Maar ze komen uiteindelijk elke keer aan het einde net tekort. Ja, dat doet ook wat denk ik met zo'n ploeg. Als je halverwege de competitie nog steeds op 0 staat. Terwijl je natuurlijk hoopt om op een paar stuntjes. Ja, dan wordt het soms ook een beetje onrustig in je ploeg. Sommigen worden wat ongeduldig. En je snakt naar een overwinning. En als dat uitblijft, ja, dan wordt dat steeds een beetje pittiger. Ik deel wel de mening van over KCC hoor. Ik vind dat ook een talentvolle ploeg. Ja. Maar nog eigenlijk een beetje te wisselvallig. Vind ik. En ze hebben echt kwaliteit en het is een sterk team. Alleen met flinke pieken, maar ook met diepe dalen op dit moment. Ja, want dat is wel iets wat vorig seizoen ook al gezegd werd. Dat KCC, hè, talentvolle ploeg, wordt misschien veel van verwacht. Misschien soms te veel, maar dat is ook dit seizoen toch soms best wel weer moeizaam. Ja, nee eens. En ik denk niet te veel. Ik denk niet dat je ze richting een top 4 moet praten. Dat zou ook niet helemaal realistisch zijn. Alleen je zou in sommige wedstrijden misschien verwachten dat ze wat meer kunnen leveren. En dan stopt vaak ineens het scoren. En dan blijven ze vrij laag in de scores zitten. En zijn ze misschien wel iets te veel afhankelijk van Bo. Maar goed, ja, ze hebben ook een goed resultaat gehaald toen thuis tegen Fortuna bijvoorbeeld. Een gelijkspel. Ja, klopt. Dus dat is dan wel weer de andere kant. Dus er zit zeker genoeg in die ploeg. Alleen, ik denk dat de grootste winst voor hun is om het een beetje stabiel te krijgen. Nou, wat ook niet gaat helpen voor KCC.
Ze krijgen nu weer een heel lastig programma, want ze krijgen achter elkaar krijgen ze nu Fortuna, DVO en KZ. Ja, dat betekent dat de wedstrijden die ze moeten winnen tegen directe concurrenten, ja, die komen wat verder in het programma tegen het eind. Ja, dan als het er echt om gaat. Ja, en als je dan verliest, dan kan je het ook niet meer inhalen. Dan kan je het niet meer corrigeren. Nee, klopt. De andere kant is dat ze ook natuurlijk best een keer kunnen stunten. Hè? Ze hebben ook de ploeg ernaar om wel eens een keertje een stuntje uit te halen. En wie weet zit dat wel in een van die ploegen die je net opnoemt. Ja, dan moeten ze wel beter gaan spelen dan de afgelopen weken. Zeker, zeker. Oké, okay, dank jullie wel. Jacco, we hadden het net al even over PKC. Die moesten in vorm komen in deze laatste 100 dagen. Ja. En je noemde ze degelijk tegen GroenGeel en net ook dan tegen KCC. Ja, die 30 goalsgrens die was bereikt. Nou, dat deden ze gisteren nog maar eens dunnetjes over. Tegen Blauw-Wit, ja. Toen was PKC opeens niet meer degelijk, maar echt goed. Precies. En het gevolg was dat Blauw-Wit voor de tweede week op rij echt een pak slaag kreeg. Na de forse nederlaag tegen DVO vorige week. Ja, Blauw-Wit koos voor achterverdedigen. Was daar dit seizoen al een aantal keer succesvol mee. En in de beginfase had PKC wel moeite, maar ja, Blauw-Wit speelde aanvallend helemaal niks klaar. Zodat het halverwege de eerste helft 6-0 was. Nou, dan scoorde Blauw-Wit de eerste goal. En daarna nog een aantal goals. Maar PKC kwam helemaal los. En strafte het achterverdedigen genadeloos af. Door het ene na het andere afstandsschot raak te schieten. Ja, 18-6 bij rust. Ja, de tweede helft scoorde PKC eerst wat minder makkelijk. Terwijl Blauw-Wit wel wat meer goals maakte. Maar in de slotfase schoot PKC weer met scherp. Uiteindelijk werd het 36-16. Niet eerder dit seizoen maakte een ploeg 36 goals in een wedstrijd. Niet eerder dit seizoen was het verschil 20 goals. Ja, kortom, een dikke overwinning voor PKC. Het was echt goed tegen Blauw-Wit. En ze komen er steeds beter in. En de PKC lijkt op koers te liggen. Ja, bij Blauw-Wit lijkt het wel een beetje te rommelen. Ja. Want de coach van de tweede is per direct vertrokken. En Blauw-Wit maakt, ik denk rondom of na de wedstrijd tegen PKC, ook bekend dat coach Erik van Brenk na dit seizoen vertrekt. En over Mark van der Laan wordt in het persbericht dan niet gesproken. Waaruit we maar even afleiden dat hij blijft. Ja, in elk geval is er werk aan de winkel bij Blauw-Wit. Dat echt een cruciale tweede seizoenshelft tegemoet gaat. Een beetje vergelijkbaar met KCC en GroenGeel, want ja, dat zijn voor mij wel de drie ploegen die uit gaan maken wie de zevende, achtste en negende wordt. Ja, we hebben dat over Blauw-Wit. Is er wel eens vaker al ter sprake gekomen dat die eigenlijk best wel goed starten vaak in een seizoen. En dat het dan halverwege zo een beetje wat minder wordt. En dat ze dan inderdaad echt de wedstrijden vervolgens moeten uitzoeken waar ze het echt moeten gebeuren. Is dat ook wat je dan nu een beetje ziet? Ja, dat denk ik wel. Maar misschien heeft Wilco of Marina nog iets over te zeggen. Ja, mannen. Heeft een van jullie daar een mening over? Ik vind altijd de kracht van Blauw-Wit is dat het wel echt een vechtmachine kan zijn. Hè? Dus als vaak het mes op de keel staat, dan kunnen ze net eventjes wat meer dan sommige andere ploegen. En misschien gaat dat dadelijk wat meer in de slotfase van de competitie ook gebeuren. Ik schat in dat zij in principe weg met deze ploeg die ze hebben, de ervaring die er staat, zouden ze denk ik weg moeten blijven van plek 9 in mijn ogen. Ja, we gaan zien. Dat denk ik ook. En ik moet zeggen, Blauw-Wit komt echt wel bovendrijven. En, wat we ook zeggen, wat Marine ook heel duidelijk zegt, het kan zijn dat, Blauw-Wit komt wel. Dat komt best goed. We gaan zien hoe zij die tweede helft van het seizoen gaan invullen. Wilco, dan gaan we even naar jou. Marien zei het net al, ik heb gisteren gekozen om ook even naar een stukje DVO KZ te kijken. Want dat leek me op papier best wel een leuk potje. Nou Wilco, als ik naar de uitslag kijk, 29-27, Jacco en ik waren er ook bij. Dan was het ook best wel een leuk potje. Ja, het was een fantastisch potje. En ik moet zeggen, ik had het geluk dat ik de vorige keer Fortuna DVO had. Wat een fantastische pot was in de laatste secondes. Nou, ja. De afloop was misschien iets minder spectaculair als. Maar de wedstrijd kwalitatief was van twee kanten groots. En ik moet zeggen, een Marjolein Schenk heb ik wel eens gezegd. Nou, oké, is het nog niet. Nou,
Marjolein Schenk, als je zo speelt, dan ben je fantastisch. En ja, 9 goals maken op 26 pogingen. Ja, fantastisch. En niet alleen dat, maar ook gewoon aanwezig zijn. Duidelijk spelen. En bij DVO hebben we de uitblinker in de vorm van Chris van Haren. Die inderdaad 9 goals maakt op 20 pogingen. Ja. Dat is bizar. Dat is echt bizar. Ja. Die leek echt niet te kunnen missen. Nee. Nee, maar Chris speelde fantastisch. Zowel verdedigend als aanvallend. Ook zijn rebounds. Hij wint 15 van de 20 van de 19 rebounds. Klopt. Ja, ook dat is fantastisch. En ik moet zeggen, KZ was ook goed. En er waren meer mensen goed. Matthijs Lipte schoot 5 op 22. Nou, dat is normaal niet onze schutter. Dat is de man die moet oorlog maken, verbinden, verdedigend de kachel aansteken en in de aanval de rebounds halen en iedereen keihard aan het werk zetten. Ja, weet je, het was gewoon kwalitatief een fantastische wedstrijd. De teams schoten ook allebei goed. DVO 26%, KZ 24%. Prima, hartstikke mooi. Ik heb nog even wat getallen erbij gepakt verder, want er zijn in het totaal 140 aanvallen geweest van beide ploegen, alle vakken samen. En daaruit bleek dat we op 2,5 aanval een goal hebben. Ja, weet je, we zeggen wel eens in toernooien enzovoort, als we 1 op de 3 aanvallen een goal maken, doen we het goed. Over twee ploegen, over alle vakken, 2,5 aanval, elke keer een goal. Ja, dat is gewoon waanzinnig. En ik moet zeggen, ja, ik heb mijn vingers afgelikt, want ik vond het fantastisch. En dan Gert-Jan Meerkerk, die, dat vergeten we even, maar die deed ook nog gewoon mee. Hè? Die schoot ook gewoon 6 op 23. Hè? Die schoot gewoon 1 op 4 gewoon even raak nog. En deed een beetje mee. En, maar die was er ook gewoon. Alleen, KZ deed dat fantastisch. Met name aanvallend door ja, tegen Gert de rebound te verzorgen. En daar, ja, daar konden ze niks winnen. En ja, dat was in de rust al duidelijk. En dat werd natuurlijk ook duidelijk. En ja, goed, Van Vloot en Verberg hebben dat natuurlijk ook gesignaleerd. Ja. Ja, de zet om Koen Broekel daar te brengen. Ja, dat was natuurlijk fantastisch in de verdediging. Want, ja, wat de wedstrijd besliste. Ja, dat denk ik wel. Ja, je zag ook dat KZ daar echt moeite mee had. Toen kwam druk op. Het werd gelijk. De avondspercentage ging van 2-3 pogingen per aanval. Ja, werd het 1. En ik denk zelfs nog minder. En ja, dan wordt het ineens een heel ander plaatje. Een heel ander verhaal. En ja, toen was de wedstrijd daar eigenlijk in dat vak ook wel over. En beslist. Ja, maar Wilco? Ja. Uiteindelijk gaf de breedte in de selectie dan wel de doorslag. Hè? Want DVO kon Van Roekel van de bank brengen. En de Keller kwam nog. Terwijl ja, KZ eigenlijk wisselend weinig anders kon doen dan een paar dames van vak laten wisselen. Die hebben dan niet nog die geweldige spelers op de bank zitten. Die helpen zo'n wedstrijd over de streep te trekken. Nee, als je naar de breedte kijkt, is dat natuurlijk ook zo. Want ja, goed, met alle respect voor Onno Bakker. Maar ja, als we dat vergelijken met Koen Google International, ja, dat is een ander verhaal. En ja, dat is bij de dames bij KZ natuurlijk exact hetzelfde. Ik moet zeggen, KZ heeft een fantastische wedstrijd gespeeld. Heeft laten zien dat ze kunnen knokken voor de play-offs om bij de eerste 4 te eindigen. Nou, ze hebben laten zien dat ze daar toe in staat zijn. Nu in de minder spannende wedstrijden gewoon zakelijke wedstrijden binnenhalen. En dan gaat KZ daar een goede gooi naar doen. En, nou, dan gaan ze de strijd aan met LDODK. Nou, dat kan ook prima. En ik moet zeggen, als ik de hele wedstrijd gisteren nog een keer terugkijk en nadenk, dan heeft DVO hem ook wel terecht gewonnen. En, het is geen toeval. Wat we de afgelopen weken elke keer zeggen, DVO is volwassener geworden. In alles. En dat merk je ook. Niet alleen in spelen, in korfbal, maar in alles is DVO volwassener geworden. En zijn nu ook inderdaad gewoon topploeg die ja, die de play-offs gaan halen. En daar horen ze ook thuis op dit moment. En dat laten ze ook zien, ook door deze overwinning. Dankjewel. We gaan op papier naar nog wel een belangrijke wedstrijd. Een beetje richting die middenmoot / onderkant. Dat was de wedstrijd tussen DOS 46 en GroenGeel. Hij werd door beide coaches ook, Jacco, als cruciaal bestempeld. Werd het ook een spannende wedstrijd? Nou, best wel, ja. Ja, ze noemden het een 4-puntenwedstrijd in de voorbeschouwing. Nou ja, DOS had voor deze wedstrijd 7 punten, GroenGeel 5. Dus in de strijd om hoger te eindigen dan plek 9 waren er echt belangrijke punten te verdienen. Ja, en al bij de opstelling leek het een tactisch steekspel te worden. Bij DOS 46 startte Max Malenstein op de bank. En GroenGeel begon opnieuw met Kevin Dick in plaats van Stijn Hoekstra.
Nou, eerste raadje was voor ons 46, 4-2. Maar dankzij achterverdediger wist Groen-Geel daarna de aanvallen van DOS goed te ontregelen. Waardoor de achterstand werd omgebogen in een 5-8 voorsprong. Ja, toen grepen de coaches van DOS 46 in. Brachten Thomas Visser voor Mart Vrielink. En met resultaat, op de drie damesgoals kwam DOS weer langs zij. En Christian Dekkers zorgde ervoor dat DOS met een voorsprong de rust in ging. 9-8. Nou, meteen na rust drukte DOS door. Onder andere twee goals van opnieuw Christian Dekkers. Werd het 14-8. Nou, dan denk je, dat is wellicht al beslist. Maar na het inbrengen van Romy Knuppen en Stijn Hoekstra krokte Groen-Geel zich knap terug tot 16-14. Dus je hoort het, hè, op diverse momenten werd er echt cruciaal gewisseld. En dat sorteerde dan echt effect. Nou, Stijn Hoekstra maakte de 17-16. Toen was de spanning helemaal terug. Ja, inmiddels had ook DOS 46 weer gewisseld. In de persoon van Max Malenstein. Ja, en uitgerekend Malenstein besliste de wedstrijd door de 19-17 binnen te schieten. En uiteindelijk werd het 20-17. Ja, belangrijke overwinning voor DOS 46. Dat nu op plaats 6 staat. Met slechts 1 punt achterstand op KZ. 2 punten achterstand op LDODK. Dus DOS 46 kan, dankzij deze overwinning en ook die van vorige week op KCC, ja, nu echt wel omhoog kijken in plaats van naar beneden. En dat is wel heel lekker. Ja, Groen-Geel verliest. Maar heeft onder Daniel Harmsen, vind ik, echt wel leren knokken. En dat doen ze heel goed. En aan het begin van het seizoen hadden we eigenlijk niet verwacht dat ze halverwege de competitie 5 punten zouden hebben. Maar ja, die hebben ze. En zodoende hebben ze het gewoon nog in eigen hand om op de veilige 8e plaats om misschien nog wel een plekje hoger te eindigen. Dus zoals het er nu naar uitziet, net ook al gezegd, gaat de strijd om de plaatsen 7 tot met 9. Ja, op het oog tussen blauw-wit, groen-geel en KCC. Ja, Marien, als jij daarnaar kijkt, hè, KCC, blauw-wit, groen-geel, zijn dat wat jou betreft ook de drie ploegen die moeten gaan uitmaken wie er uiteindelijk nou vooral niet op plek 9 belandt? Nou, ik in mijn ogen vind ik KCC met de ploeg die ze hebben, vind ik wat verder. En misschien qua punten nu nog niet, maar goed, we zijn halverwege, dus kan nog van alles gebeuren. Maar ja, ik denk met name wel blauw, wit, groen, geel, Unitas. Ja, dat, ja, voor Unitas wordt het nu al lastig, want dat gat is al 5 punten. Ja. En ja, groen, geel blijft altijd, ik blijf altijd van tevoren denken, ja, het is een talentvolle ploeg. Alleen op een of andere manier komen ze niet daar uiteindelijk uit in punten. En ja, blijft het een beetje talentvol. En op een gegeven moment houdt dat natuurlijk ook wel op. Natuurlijk hebben ze wel kwaliteiten. Alleen ja, als team brengen ze het niet om zichzelf elke keer à la DOS, die dat dus wel doen, sneller in veilige haven te schieten. En ja, dan wordt de druk alleen maar groter. En dat is als je onderin bungelt gewoon lastig korfballen. Want dan gaat het niet alleen maar vaak over het korfbal. Dan gaat het ook over gewoon de druk. En ja, dan ben je non-stop bezig met de ranglijst. En DOS zal nu wat rustiger erbij zitten in ieder geval. Ja, dus ja, als je kijkt naar de ploeg van Groen-Geel. Ja, met name dan de mannen. Dan heb je het over Terrence, Kevin, Carlo. Die jongens. Ja, je verwacht op een gegeven moment dat die toch een stap doormaken in ontwikkeling. En misschien wel een beetje in stabiliteit. Ja, duidelijk. Dank je wel. Marien, we blijven nog eventjes bij jou. Want er werd vandaag ook nog gekorfbald op zondag tussen Fortuna en LDODK. Op papier, nou, ook eigenlijk zo'n belangrijke, leuke, spannende pot tussen twee ploegen die natuurlijk vol in de strijd om de play-off staan. Was het ook zo leuk en spannend, Marien? Ja, zeker. Zeker de eerste fase eigenlijk. Veel scores en het ging heel gelijk op. Waarbij ja, een aantal Nick, Fleur, Celeste, die waren echt goed in de eerste helft met wat scores. En aan de andere kant ook Harjan die zeer zuiver schoot. Alleen tot 10 minuten voor de rust eigenlijk vergat LDO mee te scoren. En Marlijn Kroon viel uit. Dat is wel een domper natuurlijk voor de ploeg. Dat ging nog gepaard met een vreemde wissel eigenlijk. Dat ze kwamen op een gegeven moment met 3 man te spelen. Ja, dat was gezicht. Ja. En we spraken de coach na afloop. Maar die kon ook niet echt uitleg geven hoe dat nou zat. Maar ja, puntje op paaltje staan ze uiteindelijk wel met 3. En kost het je een goal. En uiteindelijk loopt 10 minuten voor de rust loopt Fortuna weg. En dat gat is gebleven. Want uiteindelijk wordt het de tweede helft 10-10.
En werd het wat rommeliger in mijn ogen de tweede helft, met name bij LDODK-kant. Heel veel wissels, en ook in verschillende combinaties. En ja, waarvan Arjan in de eerste helft uitstekend speelt, heel goed schiet. Schiet hij in de tweede helft, denk ik, 7-8 keer. Waarvan ik denk, ja, ga hem wat meer brengen als iemand goed in zijn schot zit. Maar ja, dat miste ik gewoon een beetje bij LDO. Ik miste duidelijkheid van wie gaan we uitspelen of naar welke kansen gaan we zoeken. Het was een beetje op basis van individuen, vond ik. En dat vond ik ook een beetje verdedigend. Met name de verdedigster tegen Celeste. Van Veen vond ik met name dat zij heel weinig geholpen werd door haar vakgenoten. Ze moest het in een 1-1 uitzoeken tegen Celeste, die gewoon hartstikke goed was. En heel belangrijk voor het vak waar ze in stond. Maar zij werd ook niet geholpen door of voor te verdedigen of een beetje knijpen van de andere dame. Ja, waarbij ze het eigenlijk dus in een 1-1 moest uitzoeken. Ja, en dat is tegen een goede Celeste wel heel lastig. Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. En dus neemt Fortuna weer, die sluit zich aan bij DVO met 13 punten. PKC staat daar nog boven met 15 punten. LDODK volgt nu op plek 4 met 11. KZ op 5 met 10. DOS op 6 met 9. Dan hebben we KCC en Blauw-Wit met 7 punten. Groen-Geel op 5. En daaronder op de laatste plaats vinden we Unitas. Nu we de KL1 hebben afgesloten, kunnen we door met Korfbal League 2. En Jacco, het wordt natuurlijk een beetje traditie dat ik dan even het woord aan jou geef. Ja, ik ben ook normaal, nou, ik wil zeggen de enige die dat kijkt, maar dat is niet waar. Want Wilco kijkt ook, dat weet ik. Ja, zeker. En we hebben nu Marien en die kijkt dat uiteraard ook beroepshalve. Ja, dus je bent niet de enige vandaag. Nee, vandaag niet. En daarom gaan we straks ook veel uitgebreider over de Korfbal League 2 hebben. Zeker. Eerste wedstrijd van de week maar. Zeker, Toptalsheim tegen Oost-Arnhem. Ja. Die speelden vorig seizoen allebei nog in de Korfbal League. Ja. En Top is sindsdien sterk aan het verjongen. Hebben nog wel wat spelers met de nodige ervaring. Met Nick Picard als uitschieter, wat de ervaring betreft. Maar verder is het vooral een hele jonge ploeg. En Oost-Arnhem heeft juist weinig personele wisselingen. Doet het grotendeels met de ploeg van vorig seizoen. Nou, dat kwam er tot nu toe qua resultaten nog niet echt uit. Vier thuiswedstrijden gewonnen. Buiten Arnhem nog geen punt gepakt. Dat was ook wel een van de redenen dat ik voor deze wedstrijd heb gekozen. Van ja, Oost-Arnhem moet nu echt buiten de deur een resultaat gaan boeken. Want het viel halverwege de competitie toch een beetje tegen. 8 punten, gedeelde 7e plaats. Top had 1 punt meer. Nou, dat lijkt me gezien de verjonging prima. Maar het was dus wel voor beide ploegen een belangrijke wedstrijd. Ze ontlopen elkaar weinig op de ranglijst. En wie deze wedstrijd zou winnen, kon direct naar boven kijken. En even wat minder naar beneden. Nou, het werd een schaakwedstrijd. Waarin Oost-Arnhem tactisch het sterkst bleek. Beginfase was echt wel voor Top nog. Nam een 4-1 voorsprong, al na 5 minuten. Nou, daarna viel het een beetje stil. Oost-Arnhem kon terugkomen. Halverwege de eerste helft was 6-6. 6-7 kwam Oost-Arnhem voor het eerst op voorsprong. Nou, uiteindelijk bij rust was het 8-10. Nou, het eerste doelpunt naar rust was van Top, Jill Heijink. Oost-Arnhem hield het initiatief, ook omdat dat was al een belangrijk moment. Nick Picard miste een strafhoor op 10-11. Okay. En meteen viel aan de andere kant de 10-12. Nou, dat scheelt dan natuurlijk best wel. Nou, bij 11-14 had Oost-Arnhem voor het eerste gaatje van 3. De Top bleef aan het elastiek hangen. Steeds als ze wat dichterbij kwamen, dan liep Oost-Arnhem weer weg. Kwam Top weer terug. Ja, totdat Top bij 18-18 wel langs zij kwam. Toen kon het echt weer alle kanten op. Nou, toen volgde een hele rommelige slotfase. En daar heb ik er bij Top Sassenheim al te veel van gezien. Dan zie je toch wel dat het een jonge ploeg is. Die nog niet goed weten hoe ze dan zo'n wedstrijd over de streep moeten trekken. Nou, Nienke Lokhorst en Anne van Molken brachten Oost-Arnhem op 18-20. En 2,5 minuut voor tijd zorgde Krijn van het K voor de beslissing. 18-21. En Top scoorde nog wel 2 keer. Want als je dan de eindstand ziet, denk je nou, 20-21. Dat is wel spannend geweest. Yeah. Maar die laatste goal die viel 6 seconden voor tijd. Dus er kwam geen kans meer op tegelijk maken. Ja, terechte overwinning voor Oost-Arnhem. Zij het een nipte. Dat wat mij betreft de wedstrijd erop ervaring en tactisch overwicht uittrekt. En dus ook de eerste uitpunten voor de mensen van Oost-Arnhem. Precies. Dan de uitslagen maar even. Zeker.
HKC weer met 19-15 van Detel Snel. Gefeliciteerd, Marien. Dank je. Fix verliest van DSC met 23-32. Dalto wint van AWDTV 22-18. En nou, de enige wat ik dan toch wel verrassend vind in deze speelronde is dat Tempo een punt laat liggen tegen Top aan de Muiden. 21-21. Ja, en dan de stand. DC en Dalto, ja, die hebben nu echt een gat. 16 uit 10, allebei. 1 en 2. Tempo, derde. En HKC, 11 uit 10, allebei. Oost-Arnhem en AWDTV, 5 en 6 met 10 uit 10. Top Sassenheim, 9 uit 10. Detel Snel, 8e, 8 uit 10. En Top aan de Muiden, 9e met 7 uit 10. Dus dat zit heel dicht bij elkaar. Ja, en dan een gat naar Fix, 2 uit 10. Ja, dat blijft dus heel spannend. Ja, dat is een verhaal wat we wekelijks kunnen herhalen. Ja, nou, de ploegen die we vooraf in de top 4 verwachten, nou in elk geval ik, Dalto, DSC, HKC en Oost-Arnhem, ja, die lijken nu toch wel te komen bovendrijven. Zo na speelronde 10. Samen met Tempo. Ja. Ja, we hebben al heel veel verrassingen gezien. En dat staat toch altijd heel dicht bij elkaar. Dus ja, dit zeggen we iedere week. Alles is nog mogelijk. Maar onderaan wordt het wel oppassen geblazen voor niet alleen Top aan de Muiden, maar ook ploegen als Detel Snel en AWDTV. Want die hebben de afgelopen wedstrijden echt wel te weinig punten gepakt. Ja, Detel Snel en AWDTV spelen komende zaterdag tegen elkaar. Dus dat wordt echt een cruciale. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, Marien, we hebben jou er natuurlijk bij nu als coach van HKC in die Korfbal League 2. Ja. Ik ben wel benieuwd, hoe bevalt die Korfbal League 2 jou? Zo met 10 ploegen. Ja, hoe kijk je daarnaar tot nu toe? We zijn net over de helft bij jullie. Ja, het is superleuk. Kijk, jullie hebben het er ook wekelijks over natuurlijk. Het zit zo dicht bij elkaar. Ja. Dat zie je ook aan de uitslagen. Het is allemaal maar nipt. Ja, dan moet het ook soms een beetje meezitten. Een balletje eruit draait of erin draait. Het gaat soms echt om details. En daardoor verspringt die ranglijst ook zo. En, ja, goed, weet je, wij kijken daar niet zo naar, want jullie wel, snap ik wel, wekelijks naar zo'n ranglijst, maar je hoeft maar 1 of 2 potjes weer te winnen of te verliezen en het verspringt mega. Je gaat of omhoog of weer een paar plekken naar beneden. Dus ja, we zijn net over de helft heen. Maar het is super interessant, want ja, iedereen kan van elkaar winnen. Waarbij ik wel moet zeggen dat DSC en Dalto er wel bovenuit steken in stabiliteit. Ja. Die zijn gewoon heel stabiel. Winnen hun wedstrijden gewoon op een goede manier en op een duidelijke manier. En ja, lijken wel wat over te hebben ten opzichte van de rest. Maar alles wat daaronder zit, ja, dat is wekelijks een verrassing. En ja, dat schiet alle kanten op. En dat is natuurlijk met name voor de neutrale kijker is dat superleuk. Ja, en Jacco, als ik dan weer eventjes terugkom bij jou. Marien zegt het al, wij zeggen het regelmatig. Het zit allemaal zo dicht bij elkaar en het is elke week belangrijk. Ja. Ja, dat is misschien wel een beetje waar het KNKV vooraf met deze indelingen van de Korfbal League 2 ook op hoopte. Nou, een van de redenen om die hoofdklasse die we vorig seizoen dus hadden als klasse onder de Korfbal League. Het niveauverschil tussen de Korfbal League en de klasse daaronder, ja, die is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Daar heeft zeker het coronatijdperk een belangrijke rol ingespeeld. Ja. En ja, die Korfbal League 2 is onder meer in het leven geroepen om het niveauverschil te verkleinen. Ook omdat ja, die hoofdklasse die we toen daaronder hadden, die hebben we nu ook. Alleen daar zit dus nu de Korfbal League 2 tussen. Dat waren 2 pools met 8 ploegen, dus heb je 16 teams. Nou, nu zijn zeg maar, met alle respect, de 6 zwakste broeders, die zijn eruit. Dus nu hou je de beste 10 hou je over, die iedere week tegen elkaar spelen. Ja, ja, dat betekent dat je iedere week tegen een goede tegenstander speelt. En daar word je beter van. Dat was de gedachte. Dus ja, nu is vooral de vraag, wordt het niveau ook daadwerkelijk hoger? Nou, dat doe je niet in een half seizoen. Dat zal echt wel even tijd nodig hebben. Dus ja, ik ben wel benieuwd of Marien ziet dat zijn eigen ploeg en ook de ploegen waar zij steeds tegen spelen, ja, of die nou ja, langzaamaan allemaal inderdaad een stukje beter worden. Nou kijk, laat ik me met name even richten op mijn eigen ploeg. Wij hebben best wel wat verjonging gekregen.
En dat houdt in dat wij die groep van 20 tot 25 een belangrijke kern vinden voor ons als club en als selectie. Om stabiliteit te krijgen en dat de komende jaren daarmee door te kunnen gaan. Dat is voor ons belangrijk, maar dat zegt ook iets over dat het wisselend is in niveau nog. Dus dat past daar ook wel bij, dat is niet gek. Naast dat wij natuurlijk ook wel wat ervaren mensen hebben die wat meer richting de 30 gaan. Ik denk dat dat een goede mix is. Die zie ik zeker beter worden. Omdat ze natuurlijk gewoon wekelijks spannende wedstrijden spelen. Ja. En dan gaat het niet altijd maar om een balletje raak schieten of misschieten. Maar het gaat er misschien wel met name om volwassen worden in de manier van spelen. En om in eindsituaties je hoofd koel te houden en de goede dingen te doen. Goed, en dat gaat de ene week beter dan de andere week. En zo geldt dat voor meer ploegen. Kijk, wij spelen vorige week tegen AW. Spelen we ook een superspannende wedstrijd. Wij missen vlak voor tijd een stip. Dan kan die zo op een gelijke stand. Dan kan die zomaar aan de andere kant binnenvliegen. Nou, die gaat daar dan niet in. En wij maken hem uiteindelijk toch nog 30 seconden voor tijd. Ja, weet je, dat stuiptje kan ook zomaar net even de andere kant op vallen. En dan pis je ernaast. Dus het moet ook een beetje meezitten. Ja. Marien, er komt ook steeds meer publiek op af, hè? Ja, ik moet zeggen dat wij bij onze thuiswedstrijden daar sowieso geen klagen over hebben. Nee. Want wat dat betreft zit het over het algemeen bij ons wel goed vol. Ja. Maar nogmaals, ik kan me heel goed voorstellen dat het voor de neutrale kijker gewoon een interessante pool is. Omdat je kijkt naar spannende wedstrijden. En misschien is dat wel een spannende wedstrijd dan dat je gaat kijken naar PKC Groen-Geel. Omdat je dan op voorhand over het algemeen weet wie er gaat winnen. En waarbij ook de wedstrijd vaak in de rust al beslist is. En dat is in deze pool, in deze klasse, is dat natuurlijk niet het geval. Nee, inderdaad. Ik kan me zeker voorstellen dat publiek trekt. Ja. Ja, zeker. Ja, Wilco, jij zei het ook al, dat je ook wel wat Korfball League 2 volgt. Is dat ook een van de redenen waarom jij dat volgt? Omdat het gewoon ook spannend is, of misschien wel spannender soms? Ik volg alles in Korfball. Ja. Dan volg ik zeker Korfball League 2. Er zitten interessante ploegen bij, dat is interessant, dat is ook leuk. Als je nou zegt, het niveau is beter als in de vorige hoofdklasses. Ja, tuurlijk, je mist die 6 ploegen. Maar als je nou zegt, het gat tussen de Korfball League 2 en de Korfball League is kleiner geworden. Daar geloof ik dus niet in. Als ik nu kijk, DSC en Dalto hebben een beetje de overhand, het bovenliggende in de Korfball League 2. Ik vind ook dat ze inderdaad allebei beter zijn dan over het algemeen de anderen. Maar ik denk dat een Dalto en een DSC allebei ook niets te zoeken hebben in de Korfball League. Dus ja, ik heb niet het idee dat dat nou dichter bij elkaar komt. Nou, er werd ook een vraag gesteld, hoe kunnen we dat beter maken? Hoe kunnen we nou zorgen dat... Nou, dan moeten we een Korfball League van 8 gaan spelen en met een Korfball League 2 van 8. Weet je, hoe meer de ploeg je opstelt, hoe kleiner je het maakt. Hoe intenser het wordt. Alleen, het is de vraag, is het wenselijk? Ik denk dat die Korfball League 2 wel heel goed is om in het leven te roepen. Door te zorgen dat je clubs professioneler maakt. Dat je op icons professioneler maakt. Dat je sponsoring beter maakt. Je maakt alles professioneler gelijkwaardig aan Korfball League. Dat probeer je daarna te streven. Spelmatig is dat niet gelijk zo. Maar aan alle andere zaken moet je proberen daar naartoe te streven. Nou, dan kom je uiteindelijk wel dichterbij. En ik moet zeggen, ik vind het dus een goede zet dat we dat wel gedaan hebben als Korfball Bond. Maar Wilco, heeft dat ook geen tijd nodig? Want tuurlijk heeft het tijd nodig. Want je dicht dat gat niet in een half seizoen. Maar nee. Over 2-3 jaar zijn we misschien wel een stuk opgeschoten. Maar dan vind ik dat is... Als we inderdaad de Korfball League 2 professionaliseren... Met publiek, met gelden, met opstellingen... Met alles wat er omheen gebeurt. Mm-hmm. Ook met de benadering van spelers. Hoe vaak trainen we? Wat doen we? Zijn we topsporters? Hoe gaan we daarmee om? Dan krijg je uiteindelijk, na een aantal jaren, krijg je de juiste ploeg op, de juiste posities. Ja. En ja, dan word je inderdaad beter. Alleen dat heeft tijd nodig. Maar dat we het ingezet hebben, ja, ik geloof in de toekomst dat gaatje kleiner gaat worden. Ja. Maar laten we heel eerlijk zijn, de topploegen blijven gewoon de topploegen. Ajax, Feyenoord en PSV, ook al staat Ajax nu 5e, ja, met alle respect, het blijven gewoon de beste ploegen van Nederland. En met Korfball zal dat ook niet zo. Het wisselt wel eens een keer, maar... Ja, dat is ook een beetje waar je het mee vergelijkt. Hè? Want als je kijkt naar DSC en Dalto, om die als voorbeeld te nemen. Die staan gewoon stijf bovenaan in de Korfball League 2. Zeker. Ja, in mijn ogen kunnen zij prima mee met de onderste 4, misschien wel 5 ploegen. Die gewoon op dit moment in de Korfball League spelen.
En ja, dan moet het ook een beetje, dan moet het een beetje meezitten. En wellicht gebeurt er daar wat, dat als zij promoveren, van een van de twee, dat daar ook weer wat spelers naartoe gaan. Waardoor je misschien wel gewoon uiteindelijk op plek 8 of 7 veilig speelt in de Corvallied 1. En waardoor je weer kan gaan bouwen. Dus dat kan ook. Hè. Dus ja, het is natuurlijk, ja, het gat blijft groot, wordt er dan heel snel gezegd. Ja, het gat blijft groot met PKC, Fortuna, DVO en LDO. Dat is niet ja, zo gek. Laten we eerlijk zijn of daar Unitas of Gabriel speelt. Ja, of een DSC of een Adalto. Ja, ik denk zelfs op dit moment dat de Gabriel en Unitas ook beter zijn. Maar ja, dat doet er niet zo heel veel toe. Nee, dat zal niet zo heel ver ontlopen. Nee. Nee, maar uiteindelijk heb je natuurlijk ook in een Corvo League 1 heb je gewoon te maken met een aantal ploegen die aan de onderkant meedoen. Ja, en dat, ja, is, en dat zal voor een DSC en een Dalton als promoveren, zal dat precies zo zijn. Dan ja. Nestel je niet gelijk in de middenmoot. Maar nee. Dat, uiteindelijk maakt dat ook een competitie interessant. Want ook over die wedstrijden hebben wij het, dat KCC tegen GroenGeel speelt of tegen DOS. En dat het een soort vierpuntenwedstrijd is. Dus uiteindelijk maakt het ook een competitie interessant. En of daar dan DSC Dalter staat of GroenGeel Unitas. Ja, dat, volgens mij is dat verschil niet zo heel groot. Nou, DVO en LTO de Kaak, die doen nu allebei mee om de play-offs. En ook echt wel, nou ja, die gaan nu ook echt om de finale meedoen. Maar daar hebben ze allebei 10 jaar over gedaan. Die zijn, die zijn allebei 10, 11 jaar geleden gepromoveerd. Dat klopt ook. Het is ook al een hele lange weg. Ja. En ik moet zeggen, ik vind het ook een goede set dat we het ingevoerd hebben. Het duurt een tijd. En een ploeg komt verder als ze professionaliseren in alles. In ondersteunen van spelers. In studieondersteuning. In woonruimte. In trainingsfaciliteiten. Weet ik veel. Daarin moet je het professionaliseren. En dan kun je dichterbij komen. En uiteindelijk kun je dan toegroeien naar het feit wat je doet. Nou, DVO heeft dat nu gedaan. LDO heeft daar ook langer over gedaan. Tossens 40 heeft wat heen en weer wipjes gemaakt en is nu toch wel weer op aan het groeien. En ik moet zeggen, dat kan een Dalto ook, dat kan een DSC ook. Nou, wellicht komt HKC Jannik zat daar ooit bij. Maar er zitten ook, ja, weet je, je moet je als club ontwikkelen. En dat die mogelijkheden zijn in de Corvallied 2 beter dan dat die in de voormalige hoofdklasse was. Ja, en Jacco, denk jij dat er dan ook nog misschien andere manieren zijn waarop we dit proces van professionalisering, zoals Wilco dat dan bijvoorbeeld noemt, zouden kunnen versnellen? Zie jij nog andere opties daar? Of dat echt met professionaliseren te maken heeft, weet ik niet. Maar waar ik wel heel benieuwd naar ben, hoe Wilco en Marien er tegenaan kijken. Ik zie de Corvallied League 2 ook wel als een hele belangrijke toekomstige kweekvijver. En op twee manieren. We hebben het vorige week hebben we het in de podcast gehad over dat we in de Corvallied League op dit moment geen spelers uit België, Duitsland en bijvoorbeeld Engeland hebben. In het verleden heeft DVO ook een Catalaan gehad, geloof ik. Hè? José Alvarez. Ja. En nou, we hebben een aantal spelers uit Taiwan gehad, alweer wat jaren geleden. Nou, dat hebben we allemaal niet momenteel. Ja, wellicht ook omdat zij dat niveau niet aankunnen. En ik kan me voorstellen dat de KL2, de Corvallied 2, zich daar wel heel goed voor leent. Nou, dat is dus één, dat je dus talenten uit het buitenland bij Corvallied 2 clubs onderbrengt. Waardoor nou ja, zij wellicht die clubs nog naar een wat hoger niveau tillen. En dat ook meteen het internationale korfbal wat omhoog gaat. Nou, dan snijdt dat mes aan twee kanten. Daarnaast, kijk, we hebben als kweekvijver, noemden we altijd, de reserve korfbal league. Nou lijkt het erop dat er niet heel veel spelers doorstromen van de reserve korfbal league naar de korfbal league. En ik denk ook dat het niveau in de korfbal league 2 toch wel een stukje hoger is dan in de reserve korfbal league. Ja, dan zou je je af kunnen vragen, en daarmee zeg ik niet dat alle spelers die nu in de tweede bij Corvo League club zitten massaal daar weg moeten om in de Corvo League 2 te gaan spelen. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat je, als je ergens vanuit de junioren komt, dat het misschien een beter idee is om eerst in een Corvo League 2 te gaan spelen dan in het tweede van de Corvo League club in de reserve Corvo League. Want ik denk dat die stap
wat minder... ik denk dat kansrijker is om een vergelijking te maken. Natuurlijk, andere sport, met geld en contracten, allemaal waar. Maar in de voetbal spelen jong Ajax en jong PSV bijvoorbeeld... niet in een beloftecompetitie, maar in de eerste divisie. Waar ze dan tegen Heracles en Zwolle en Almere spelen. Daar word je als speler beter van. Dus daar zou voor de Korfbal League 2 ook een rol weggelegd kunnen zijn, denk ik. Ja, en wat dat betreft hebben we natuurlijk nu twee gasten, Jacco, die perfect bij dit onderwerp aansluiten. Daarom heb ik ze gevraagd. Uiteraard, zo doen we dat. Ik ben het daar wel mee eens, hoor. Ik vind dat ook, dat je jonge talenten die met alle respect in de tweede in de league spelen, ja, die spelen voor drie man en een paardenkop. Want die zijn gewoon het voorgerechtje uiteindelijk richting het hoofd en dat is het eerste. En ja, die spelen onder over het algemeen geen druk, want je bent gekoppeld aan het eerste. Dus de uitslagen daarvan, ja, en de resultaten daarvan, daar ben jij aan gekoppeld. Natuurlijk ontwikkel je wel door je wedstrijden te spelen. Maar ik denk dat het in een Korfbal League 2 sneller zou gaan. Omdat je speelt in een eerste team. Dat brengt een andere druk met zich mee. Je speelt voor veel meer publiek. Dus je leert ook eigenlijk met die druk om te gaan. Het zijn over het algemeen spannende wedstrijden waar we het net over hadden. Dus je wordt eigenlijk daar denk ik sneller volwassen van. Als speler, als jong talent. De tegenhanger daarvan is wel weer een beetje dat als je, nou laat ik even dicht bij huis blijven, dat als je in het tweede zit van Fortuna en je traint regelmatig samen met het eerste en tegen het eerste, ja dan, en je staat tegen Mick Snell te trainen als jong talent, ja. dan is dat natuurlijk ook een wijze als je dat wekelijks doet waarin je snel ontwikkelt. Omdat je gewoon met kanonnen te maken hebt waar jij tegen moet wapenen. En dat zorgt ook voor ontwikkeling. Alleen de wedstrijden op zaterdag, die hebben denk ik een andere druk dan dat ze hebben in de Korfbal League 2. Want dat is uiteindelijk het vlaggenschip. Dat is uiteindelijk waar veel publiek op afkomt. Wat spannende wedstrijden zijn. Ja, daar leer je als korfballer natuurlijk wel veel van. Ja, en de vraag is dan misschien inderdaad, wat levert je meer op als speler? Het spelen in een eerste team in de Korfbal League 2 of inderdaad bijvoorbeeld het trainen tegen Mick Snell. Wilco, wat vind jij daarvan? Ja, ik moet zeggen, in de Korfbal League 2 denk ik dat je je sneller ontwikkelt met wedstrijden en wedstrijdsituaties waar je inderdaad volle bak moet spelen. Ja. Als speler van een tweede team in de reserve Korfbal League, ja, ik moet zeggen, ik vind het de taak van de competitie. Want ja, of je wint of verliest, maakt eigenlijk niet uit. En anders mag ik, als ik alles gewonnen heb aan het eind van de competitie, mag ik op vrijdagavond ergens een wedstrijdje spelen. Voor het landskampioenschap voor reserve teams. En dan... als dan het eerste de volgende dag de echte finale moet spelen, mag je niet eens meedoen. Dus ja, omdat je reserve moet zijn. Ja, ik vind het gaat nergens over. Korfbal League 2 is wat dat betreft een veel betere opleidingsschool. Maar wat Marien ook zegt, als je heel dicht bij het eerste zit en je zit er tegenaan en je mag trainen en je mag meedoen en je mag met het eerste echt competitief de strijd aan, ja, dan is het leermoment daar natuurlijk weer heel erg groot. Ja. Dus ja, wat is het beste voor je? Kijk, als ik naar een Jeffrey van Juni kijk bij DVO, die zit op de WIP bij 1-2 en loopt daar al een paar jaar tegenaan. Ja, die is daar goed op zijn plek. Want ja, die krijgt en veel speelminuten en kan zich ontwikkelen en mag op trainen altijd. Als er iemand wegvalt, mag die ook gelijk. Ja, dat werkt goed. Kijk, mensen die in een Korfbal League 2 spelen, daar lopen ook mensen bij DVO rond. Die hebben nog nooit een minuut bij 1 meegedaan en op trainen kunnen ze misschien ook nog wel. Maar... ja, die leren daar niet zoveel. Nee, dan kun je beter in een korf niet. Maar kijk naar een nieuwe kerk wat vorig jaar net de boot gemist heeft. En uiteindelijk helemaal leeggelopen is. En alle talenten lopen overal rond. Dat is een mooie talentontwikkelingsschool geweest voor de Korfbal League 2 en Korfbal League 1. Prachtig. Ik weet niet of Nieuwekerk er zo blij mee is. En ik weet ook niet als Marien straks aan het eind van het seizoen zijn drie beste spelers of drie goede spelers ziet vertrekken. En Unitas wat gaat degraderen. Ja, iedereen ziet het. Daar lopen natuurlijk best een paar hele goede spelers rond. Ja, gaan we die allemaal ophalen? Is Unitas daar blij mee? Ja, ik denk dat het erbij hoort. Je ontwikkelt je wil hoger. Dan denk ik dat het er ook gewoon bij hoort. En dat die competitie van Korfbal League 2 daar fantastisch op aansluit. En zeker daarin een hele goede rol vervult. En dat veel beter doet als de voormalige hoofdklasse.
Hey Wilco, en als zijn de bondscoach van Duitsland. Ja. Kijk, nou, nu hebben we op dit moment geen Korfbal League, twee clubs die een beetje in de buurt van de grens zitten. Maar nou, we staan er dus redelijk dichtbij hoor. Ja, je hebt, DSC is redelijk dichtbij. Ja, je hebt gelijk. Ik vergeet Oost-Arnhem. Dalto is ook nog best te doen. Nou, ik vergeet Oost-Arnhem. Dat ligt echt 6 kilometer van de grens af. Maar zie jij dat zitten? Nou ja, in het verleden hebben we dat natuurlijk wel gehad. Sven Muller heeft natuurlijk jarenlang bij Nick gespeeld. Ja. Sommigen kunnen het niveau wel aan. Want ja, laten we eerlijk zijn. Ricky Moe kwam uit Taiwan. En ik denk dat hij Nick persoonlijk ongeveer een paar jaar in de Korfbal League heeft gehouden. Ja. Nou, Wen Ling bij Dalto, ik wil niet veel zeggen, maar op de laatste World Games heeft ze nog een keer een oranje tijd, door dat we de Bronzen medaille niet wonnen, maar die kan zo meedraaien. Wat dat ontzettend in de weg heeft gestaan is corona. Ik had een aantal spelers die waren in contact met de club, we waren eigenlijk al zover. Mensen zouden gaan studeren, zouden bij clubs gaan spelen. De contacten waren er, corona, studie. Ja, je mag wel in Nederland studeren, maar dan moet je dan wel thuis op je laptop in Keulen doen. Ja, dat is ingewikkeld dan, hè? Ja, dan ben je klaar. Toen hield het op. En ik moet zeggen, ik ben nu alweer bezig om te kijken of ik het voor elkaar kan krijgen. Want ja, laten we heel eerlijk zijn. Het snelste groeimogelijkheid voor het internationale korfbal om beter te worden, is Belgen, Duitsers, Engelsen, Taiwanezen in de Nederlandse competitie krijgen. Ja. En als het in Korfbal League 2 kan, ja, weet je, dat zou fantastisch zijn. Ja, weet je. En natuurlijk, de beste komen vanzelf terecht in de Korfbal League 1. Alleen, ik zou het fantastisch vinden. En ik zal mijn best doen dat we daar spelers krijgen. Alleen, het heeft gewoon de laatste poos stilgestaan. En dit jaar zijn we opnieuw begonnen. En de contacten gaan weer een beetje ontstaan, hoop ik. En ja, voor de internationale korfbal zou het een zegen zijn als we het voor elkaar krijgen. Kijk naar het hockey. Elke goede hockeyer uit het buitenland die echt wel hockeyer komt een Nederlands speler. Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd of we dat in dan moet je ook wel de middelen voor hebben. Dat is natuurlijk ook wel anders in hockey dan korfbal. Ja. Ja, je hebt helemaal gelijk, Marie. Maar daar bedoel ik ook mee, we moeten professionaliseren. En dat wil niet alleen zeggen dat we alleen geld hebben, maar ook mogelijkheden. En ja, ik denk dat als sport best kunnen. We zijn groot genoeg om dat te kunnen. En we moeten ook niet altijd klein duimpje zijn. Dat kunnen we best. We hebben gewoon een goede sport. We hebben een goed product. Kunnen we prima verkopen. We hebben Icons. Icons is er niet voor niks. Moet straks gewoon geld opleveren. Tenminste, ik denk dat het zo gaat. Ja. Zo gaat het gewoon. En laten we eerlijk zijn. We hebben een goed product. Dat is prima te verkopen. Ja, eens kijken of we ook binnen aanzienlijke tijd ook spelers uit misschien wel inderdaad de buitenlandse competities in de Korfbal League 1 of 2 weer mogen gaan verwelkomen. Voor nu is het denk ik tijd om af te gaan ronden. En afronden doen wij natuurlijk altijd met voorspellen voor aankomend weekend. Marien, ik begin bij jou. De wedstrijd tussen Unitas en GroenGeel. Unitas. Gewoon ook omdat ik het... Ik vind het kijk, wij hebben natuurlijk van hun de finale verloren. Dat doet me natuurlijk nog steeds wel een beetje pijn. Maar ik vind het ook wel heel lullig als een ploeg dadelijk met 0 eruit knikkert. Dat zou ik ook een beetje zonde vinden van hetgeen wat ze hebben bereikt met elkaar. Ze spelen thuis. En dat is best wel een lastig halletje om te spelen. Dan ben ik niet tegen GroenGeel, zeker niet. Maar ik gun het Unitas, dus ik ga een keertje voor Unitas. Maar Marie, jij gebruikt het juiste woord. Jij zegt, ik gun het Unitas. Iedereen die erover spreekt, gunt het Unitas. Die ploeg heeft, die club heeft de gunfactor. Goed, wat mij betreft wel. En kijk, ik gun het iedereen hoor, daar gaat het niet om. Ja. Alleen wat ik al net al zei. Ik ben ook goed met Daniel, de coach van GroenGeel. Dus die gun ik het zeker ook. Alleen wat ik al zei, een ploeg op 0. Ja, weet je, dat zou toch wel heel zuur zijn als ze zo hard gewerkt hebben. Ze winnen de finale. En uiteindelijk heb je dan een seizoen waarbij je wel heel veel geleerd hebt. Maar een keer een overwinning vieren als club in de Korfbal League is denk ik ook gewoon mooi. En laten we voor hun hopen dat dan zaterdag gaat gebeuren. Er komen nog meer kansen. Ze gaan dat wel een keer doen.
Zaterdag is wie weet een mooie kans. Jacco, voor jou, DVO, LDRK. DVO. DVO. Wilco, dan heb ik voor jou Fortuna KCC. Vorige keer was dat gelijk. Gaat dat nu weer gebeuren? Ik zou het bijna hopen. Het lijkt me fantastisch. En ik moet zeggen, als ik weer zo'n KCC zie, dan is dat ook heel erg leuk. We zeggen allemaal talentgroep. Het is gewoon het goed team. En ik moet zeggen, wil Rick ook een goede coach die denk ik prima weet wat die moet doen. Het zou maar zo kunnen. Ik gok wederom op een gelijkspel. Kijk, oké. Marien, dan ben ik weer bij jou. De wedstrijd tussen KZ en Blauw-Wit. Ook was dat vorige keer een gelijkspel. Wat gaat er nu gebeuren? KZ gaat winnen. Oké. Wilco, dan kom ik nog een keertje bij jou. De wedstrijd tussen DOS en PKC. Ja, die wint PKC. En Jacco, om met jou af te ronden. De wedstrijd van de week volgende week in de Korfbal League 2 is die tussen Tempo en DSC. Ja, dat is nou net zo'n wedstrijd die, denk ik, DSC niet heel makkelijk gaat winnen. Maar ze gaan hem er wel nipt uittrekken. Oké, dus het wordt een spannende uitslag daar volgende week. Dat denk ik, ja. Oké. Mannen, Marien, Wilco en uiteraard Jacco, dank jullie wel dat jullie er vandaag bij waren. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. En voor de luisteraars, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering over de eerste returnronde. Speelronde 10. Heb je vragen? Stuur ze vooral eventjes in. Dan nemen we ze mee voor nu. Tot de volgende keer.